En daar is onze Willy en die is klaar. En die doet de mutsje weer op en de helm weer op. Ja. En ik heb een bakje koffie staan en als ik die op heb, ga ik krap de meisjes uitlaten. Hey, hallo allemaal, daar waren we er weer eventjes. Ja, ik heb een broodje klaar staan om eventjes op te peuzelen. Ik had geen zin in weer een koffie, ik heb even watertje gedronken. Mijn rollator die staat weer helemaal klaar. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer maandag, de 9e van de 10e, 2023. En we leven om 14:19 Willy is er al, we hebben al lekker een bak koffie gehad. Ik heb al een broodje gehad. De wasmachine kan draaien en ja, al zoveel gebeurt. Ook heeft dat ik vannacht boven kwam, kon ik nog een half uur à drie kwartier aan het werk. Want meneer Kandalf die had lopen over te geven over de hele overloop. Nou is het wel een kleine overloop. Jij hebt het in 3-4 stappen gedaan, maar dat beetje is me klein, dus ja. Er lag overal wat en dan moet je ook nog scheursponsje gebruiken en dan moet je het nog daarmee weghalen, dan moet je nog een dweil pakken, dweilen, dan moet je het nog afdrogen, tenminste nadrogen, dat het niet te nat is. Ik werd daar niet vrolijk van. En vanochtend idem dito weer. En ook nog op onze op mijn slaapkamer. Ja, lag er ook nog een plakkaat. Word je niet vrolijk van. Nee, het beestje wordt nou eenmaal oud en dan, ja, dat krijgt zijn gevolgen. Moet je daar wel voor klaarstaan. Maar je wordt er niet vrolijk van. Nee, vanochtend was ik zelf nog ook beroerd van. En het zakte naar mijn hoofd, in mijn maag. Ik denk, ja, ik doe lekker rust eraan. En ik was wel aangekleed dat Willy al kwam. Ik moest enkel mijn make-up nog doen. Ik denk, nou, dat komt later wel. Eerst wil ik een bakje koffie en een broodje bijkomen. De meisjes moeten uit, maar de deur staat open. Ze kunnen naar buiten. Ze kunnen het buiten ook doen. Want ik moet vanavond weer lopen voor, ja, echt waar, ik zal hem erbij gaan halen. Echt waar, we gaan er weer voor de brandwondenstichting. Ja, ik ga even kijken of ik kleingeld heb, ik ben bang van niet. We zullen even kijken en dan ben ik de eerste weer die gaat doneren. Maar ben je bang dat ik geen kleingeld heb? Ja, misschien een stuiver. Zou het niet weten. Hi kind. Hi mijn meisje. Ja, jij hebt al helemaal geen kleingeld, hè? Nee, ik ben schoon leeg. Ja. Daar baal ik even van. Ik heb ook nergens anders. Ja, in dat spaarpotje. Nee, dan moet ik daar niet in. Hup. Gaat die weer even dicht. Dan pak ik een spaarpotje erbij. En ja joh. Weer even ophangen. Mijn oorbel die wil. Hup. Daar zit wat in. Maar hoeveel? Ja. Nou. Er zit zelfs nog een euro in. Wat doet een euro erin? Een euro moet er niet in. En de rest? Nou, ik ga even tellen. Die euro wil ik er niet in hebben. Even koeken. Nou, dat is 10. 20. En dat is 30. Stuivers. 30 cent aan goud. 30. Nou. Dat is 40, 50, en dat is een euro, 1 euro 10, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ik heb nog 1 eurocent, nou dat maakt ook geld,
Ja. Dus, nou ja, ik zou zeggen, Hiro. Jullie zijn getuigen. Dat er geld in gaat. Er zit geld in, ja. Dus, dat is voor de brandwondenstichting. En ik moet straks nog eventjes de straten overschrijven op een ander stukje papier. Want ik vind dit maar niks op die zijkant van die bus. Ik moet dat op een ander kaartje hebben, weet je wel. Dat ik het daarop kan lezen. Maar ja. Dat hebben ze dus niet gedaan. Het zit op stickers. Het zit op de zijkanten. Nou, dat vind ik niet handig, want ik zet hem in mijn... rollator vast. Dus ja, dat gaat het niet worden. Nou, dat is mijn legitimatiebewijs gelijk. Ja. Maar er is daar niet op. QR-code. Nou, we gaan dat dus zo meteen even inscannen. Kijken waar ik terecht kom. Dat gaan we gelijk even doen. Kennen jullie ook doen, hè? Ja. Camera, ik zeg camera, opties weergeven, koppeling openen, ja, aanpasbaar kijken, dan heb je dit, ja, je komt op die site terecht, dan kan je die 5 euro, kan je aanpasbaar, staat er ook bij, aanpasbaar. Dus je kan hem weghalen, je kan er een bedrag neerzetten wat jij wilt. Of het nou een euro is, of 10 euro, of het is maar wat de gek ervoor over heb. En denk er wel om, het is voor de brandwondenstichting. En denk ook maar aan de kindertjes met brandwonden, hè? Dit is vreselijk allemaal. Denk maar aan wat ik van de week al, tenminste vorige week, wanneer was het? Heb ik het op Facebook geplaatst over dat meisje. Nou ja, hey, je wil dat niet hebben. Mijn eigen zoon die is vroeger ook verbrand geweest door de schuld van zijn vader. Dus ja, je wilt dat gewoon niet hebben. Dus, maar in ieder geval. Je moet je bank selecteren. Nou, dat kan je ook zelf makkelijk doen. Dus ja, ik zou zeggen... stort! Op de brandwondenstichting. Ik kom vanavond bij je langs. Dus ja, ja, als je dit ziet, is het al geweest. Oh god. Dus, maar oké. Ja, lieve vriend, ik zou zeggen, ik heb trouwens weer een euro erbij. Die zat in de spaarpot waar die niet in hoort. Dus ik zit gewoon weer in mijn portemonnee. Hi kind. Hi mama. Hallo. Jij aan het gek doet. Jij aan het gek doen. Nou ja, zie maar, de deur staat open. En daar ligt Elwing. Hé? Dan staat de deur open. Ze willen niet eens in de bank. Zoals je maffe trinnen. Hé? Ja. Maar oké, ja. Met andere woorden. Weer een drukke week. En ik heb er zin in. Als het maar niet... regent, ja. Zal het een keertje regenen? Nou ja, als ik me goed voel, dan doe ik mijn regenpak aan. Maar voel ik me niet goed, dan blijf ik lekker thuis ook weer. Net zoals vorige week met de dierenbescherming. En dan komt het gewoon goed. Ja, Willy is trouwens boven bezig. We hebben eerst een tijdje staan te leuten. Zij heeft mijn make-up uitgezocht, wat ik op moet doen. Ja, zwart heb ik sowieso altijd op, want ik heb zwart aan. Maar de rest van mijn make-up... dat was groen en goudkleur. Oké. Jij je zin. Ja. Dus helemaal geweldig. Nou. Goed gelukt allemaal, dacht ik zo. Andere oorbellen in. Mijn spinnenwebjes met mijn spinnen. Ja. Dus helemaal leuk. Helemaal gezellig. En we gaan er gewoon lekker van genieten. Met wat we gaan doen. En ik moet ook weer een vlog in elkaar zien te flansen, dus ja. Komt goed, ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed en geniet van alles met wat je doet. En die legt daar zo lekker lief, waar die andere niet. Oh, die is daar.
En daar is onze Willy en die is klaar. En die doet de mutsje weer op en de helm weer op. Ja. En ik heb een bakje koffie staan en als ik die op heb, ga ik krap de meisjes uitlaten. Dan is de hoogste tijd, tot mijn spijt, want dan ga ik weer lopen voor de brandwondenstichting. Goed hè? Ja. Ja. Met een groot. Ja, het is heel belangrijk, brandwonden. Ja, echt wel. Nou ja, de brandwonden zijn niet belangrijk, maar de, het helpen ervan. Ja, ja, ik sta tegen het licht in. Ja, nee, dat mag wel niet, hè? Nee. Nou, dan zie ik je donderdag. Ja, helemaal goed. Oké. Okay. Tot later. Joh, joh. Deur open. En we horen elkaar wel via wat de zeppels. Deur open. Ja, lekker. Oké. Okay. Nou, toedeladokie. Doegie doegie. En ik heb nog steeds wat aardbeetjes eraan hangen hier al. Daar weet ik niet. Nee. Nou ja. Nee. Ah, hier hangen er nog een paar. Dus maar die blijven heel goed. De laatste is. Ja. Ja. Dus. Nou, tot donderdag. Ja, en wel thuis. Smakelijk eten, bon appetit en nice met een broek. Oh, dat lukt wel hoor. Ja. Oké. Nou, doei doei. Doeg. Doegie doegie. Zo, dat was Willy weer. Ze heeft lekker hier aan het weilen geweest ook. Ja. Ik kreeg de sporen van mijn stoel zien, maar ja, dat hou je toch. Daar staat de tas al klaar voor de brandwondenstichting. De bus die heb ik hier staan. Ja, die moet ook weer in mijn mandje gedaan worden. Dus, hè? Ja, Kate. En dan gaan we zo meteen lopen, hè? Hier, gaan we zo lopen. Hè? Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Hey, hallo allemaal. Daar waren we er weer eventjes. Ja, ik heb een broodje klaarstaan om eventjes op te peuzelen. Ik had geen zin in weer een koffie. Ik heb even een watertje gedronken. Mijn rollator die staat weer helemaal klaar. Ja, echt waar. Dat is de tas met de kaartjesboel erin. Ik doe mijn snoepjes mee. De bus die staat weer vastgebonden. Die kan geen kant meer op. Mijn eerste geld zit erin. Dat hebben jullie al gezien. Ook zit er een pen in om de straten door te strepen. Ik moet even een briefje vinden. Dat is mijn briefje hier. En de kaartjes even erbovenop, die kan ik ook pakken. Die zijn al los, is de wikkel vanaf. Ik ken zo door de brievenbus bij de mensen die niet thuis zijn. En deze stukjes gaan mee. Ja, voilà. Dat moet wel mee. En mijn handjes die krijgen zo nog een lekker stokkie. Jullie nog een lekker stokkie. Moet je even aan de kant, want ik moet hier wezen, hè. In deze kast moet ik zijn. Ja, in deze kast moet ik zijn. Oh, en er staat die zak, die staat daar. Ja, mijn alles die valt zo wat om hier ook. Hm? Oh, 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 oh. Deze zak moeten we hebben. Ja, ho, mijn pootje. Zo, deze zak gaan we hebben. Kom je ook? Zullen we de water even weghalen? Ja, deze, hè. Moet ik wel open krijgen, hè. Oh, voor Rijka, kom dan. Pak hem dan. Ja. En voor wie is die dan? Kan je er ook bij? Ja, pak maar, goed zo. Ja. Dan heb ik er nog eentje. Dat is de U of de N. Die gooi ik even naar Rijka toe. Heb Rijka er ook nog een. En die naar jou toe. Oh, lekker. Zo. Omdat ik zoveel van ze hou. Moet kunnen. Zo. Nou, dan zetten we die weer even weg. Ja.
En dan kan ik jullie ook de kist weer laten zien die ik er ook uit moet hebben voor ruim voor 3 december. Want 3 december is het eerste adventszondag. Ja, en ik zeg al, dit wil niet zo. Dan raai ik jullie even om. Dan moet ik mijn luikje ook hebben. Die kist. Dit. Die, dat is een kist. Die klep kan open, want er zitten allemaal elektrische snoeren, troepen van computers, etc. Die moet ik er dan uit hebben. Dus ja, dan moet ik die hele kast dus leeg halen. Ja, dat dus. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Dat komt nadat oktober klaar is. Dan ga ik met de kerstspullen beginnen, ja. Want dan wil ik ruim op tijd klaar hebben. Ja, en lekker op tijd. Ja. Lekker. Ja, hé. En daar ligt er nog eentje te genieten. Die is lekker, meisje. Ja. Nou, ik ga ook opschieten, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Kwart voor 8, zegt hij. Ja, ietsje verder dan kwart voor. Maar in ieder geval, ik moest ineens zo nodig. Ik denk, ik ga naar huis. En ja, dan blijf je ook thuis morgen weer een dag. Ik heb heel wat gedaan in ieder geval. En er zit ook weer, heb ik er een briefgeld bij? Ja, en dat voel je niet en dat hoor je niet. Nee. Dus, maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja, ik ga nou lekker een bakje koffie maken en wat eten en de televisie aandoen. En GTR te kijken en ik moet nog een vlog in elkaar zien te flansen. Dus ja, het komt helemaal goed. En ik wens jullie een hele fijne liefdeavond toe. En geniet ervan. Gaan wij ook zeer zeker doen met z'n drietje, met z'n viertjes, dat kan alweer natuurlijk ook, ja. Dus zeggen, genieten en tot later. Zo, lieve vrienden, ja, de tijd is weer aangekomen om naar buiten toe te lopen, samen met de meisjes. Nee, en ik koop geen ijsjes, want daar is het mij te koud voor. Ja, het is alweer reeds 1 minuut over 1, ja. Dus, en als we terugkomen, gaan we dus ook rap naar bedje toe. Want morgen, oftewel vandaag, komt onze Erwin weer. Ja. En dan wil ik wel weer een beetje fit wezen. Mijn stem die gaat op en neer. De ene keer is die goed en de andere keer is die weer weg. Maar ja, dat heb je zo, hè. Ja. Het gaat wel stukken beter met mijn enkel. Ja, nog wel moe. Maar ook dat zal denk ik hopelijk overgaan een keer. Ja, we merken het wel weer. Maar voor nu zeg ik welterust, lieve vrienden. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, God die houdt over ons al aan de wacht. Dat weten we allemaal. Dus ik zeg lekker tot aan de andere kant van de nacht. Doei!